Hallo en welkom bij alweer de vierde aflevering van het jongerenprogramma Oh Ja Joh. Waarin we die vraag maandelijks stevast beantwoorden met ja. Lieke? Ja, Yara is ziek, kijk maar. En Corwin kan er helaas ook niet bij zijn. Ja jongens, sorry. Ik kan helaas niet naar de studio komen omdat de auto die ik steeds van mijn ouders leen nu bij de garage staat om de airco te laten bijvullen of zoiets. En de busverbinding van het Lage Zwaluwe gaat maar tot 7 uur 's avonds. Behalve op zondagen, want er rijdt er überhaupt geen bus. Oh, en op zaterdag moet je overstappen. Irritant, hè? In ieder geval, succes met de show. Ik kom zo nog even terug met iets over een soort krant. 2.0. Oké dan. Nou, get well soon, guys. Zometeen het in onze vorige uitzending beloofde interview. Maar nu eerst, zoals Corwin zou zeggen, door naar het eerste item. En dat is mijn column. Nou, dankjewel Lieke. En ik wil mijn column beginnen met een stukje tv-geschiedenis. Ze kunnen wel gemeen doen en dwars zitten en plagen. Ze kunnen schrijfletters wegmaken en boekletters allemaal. En dan kan jij ook niet meer lezen en schrijven. Niemand meer. Oké, het is niet het meest angstaanjagende zin ooit, maar deze zin heeft er wel voor gezorgd dat ik... en met mij vele andere jaren 90 kinders, slapeloze nachten hebben gehad. De tekst komt uit het programma Ik Mik Loreland, waarin een mik op zoek ging naar nieuwe letters. De eenogige trol Carbonkel zorgde ervoor dat Mik en, zoals gezegd, alle argeloze jaren 90 kinderen zich helemaal de pleuren schrokken wanneer hij weer ergens opdook. Maar nu dit. Zo'n 20 jaar later vond ik dit bericht op internet. Carbonkel zegt sorry voor al het leed wat hij heeft aangericht bij kinderen die het programma verplicht moesten kijken op de basisschool. Phew, wat een fijn gevoel. Eenogige monsters kunnen spijt hebben. Weer een jeugdtrauma verwerkt. Nog maar een paar te gaan. Zoals deze. En deze. En deze is zo eng, die blijf je tegenkomen. Zo, Lieke, Lieke, ben jij bang voor Carbonkel? Stop. En door. Focus. Stop. Oké, goed. Laten we nog even teruggaan naar onze arme Corwinnie de Poe. Corwin. Vertel, wat had je ook alweer geschreven, maar kan je door je isolement in Lage Zwaluwe niet vertellen? Zijn kranten saai en ontboeiend? Lees een jongen alleen maar mijn nieuws op nu.nl? In september heeft een team met onder andere Alexander Klupping een website gelanceerd. Hierop kun je gratis kijken in de beste kranten en tijdschriften van Nederland. En story. Je betaalt een aantal cent per artikel dat je daadwerkelijk leest. En als je het niet tof vindt, krijg je je geld terug. Best interessant en handig. Nieuws kun je delen met je vrienden en je kunt vrienden en BN'ers volgen. Klinkt hashtag bekend. Je kunt je aanmelden op blendel.nl voor de beta, waar mensen in de wachtrij staan om gebruik te kunnen maken van de dienst. Blendel je mee? Wat doe je? Ik mis Corwin. Maar jij bent ook top hoor. Bedankt. Over naar het interview met vier van de jongeren van het participatieproject, waar jongerenwerker Paul van Dijk het in onze vorige aflevering over had. Ik had een gesprek met Paul en toen is dat tot stand gekomen dat we een activiteit konden organiseren met een budget van 1000 euro. We gaan een voetbalkliniek organiseren hier in Lage Zwaluwe bij de Kwarrehoek. En dat is op 30 april. En we geven jongeren de gelegenheid om... daar een middag te komen sporten en dan gaan we verschillende spelvormen met betrekking tot voetbal doen. En wat is er allemaal bij komen kijken bij het organiseren? De afspraak met de voetbal op de velden, of dat die beschikbaar waren. En de activiteiten die we gaan organiseren op het veld, zulke dingen allemaal. En welke leeftijdsgroep willen jullie daarmee bereiken? Van 6 tot 14 jaar. 30 april, voetbalkliniek. Tot dan, wees erbij, we hebben een hele gezellige dag. Wat ga jij organiseren? Wij gaan Neon Pleasure organiseren, dat is een feest voor de jeugd in Malen. Van een jaar of 15 tot 18, overige gegevens die komen nog. Maar het moet hier een feest worden voor de jeugd. We hebben allereerst al een keer de final georganiseerd.
was een zeer geslaagd feest met DJ Benny, LA Sound, DJ Yuri. Daarmee willen we eigenlijk alle kernen combineren en vooral de jeugd aanspreken. Het wordt steeds rustiger voor de jeugd, althans. Er wordt steeds minder te doen en eigenlijk willen we daarop doorpakken. En dit was daar een mooie kans voor. Aangezien ik zelf ook actief ben in de politiek, ben ik erop door gaan pakken. Met Mark van Oosterhout gesproken, Paul van Dijk gesproken, jeugdjongerenwerker. Daartussen gekomen en op die manier hebben we doorgepakt om dit te gaan doen. Dit was toch wel eigenlijk wel een mooie kans om het nog groter en nog beter en nog mooier aan te pakken. Ja, bijna Pasen. Wat ga je eigenlijk doen met Pasen? Ja, mijn eieren verstoppen. Nou goed. Ik bedoel of je wat bijzonders gaat eten. Het gaat zo vaak over eten rond de feestdagen, dus ik dacht, kunnen we daar niet iets mee doen? Ik weet niet zoveel van eten, dan moet je toch echt bij Emiel zijn. Oké. Emiel, ben je daar? Hallo, hartelijk welkom bij Koekenmen. Oh ja joh, vandaag mits nog. Wat gaan wij maken? Wij gaan maken voor paas eieren. Stap 1 is, wat heb je nodig? Je hebt nodig pan, oké? Je hebt nodig water, komen wij zo bij. Je hebt nodig stift en je hebt nodig een ei of meerdere eieren. Wij gaan die pan vullen met water, ja? Heel simpel. Hoppakee. En dan wacht je tot die is klaar. Oh la 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 la. We doen opza op die oogst, hè. Je ziet die pittigat aan. We zetten die pan daarop. Stap 2. Mooie ei, hè. We gaan die ei in die pan doen. Zo, hoppakee. Stap 3, na een tijd die ei is klaar, hè. Dan je kunt die... Ha, ho. Ho, die ei is warm, hè. Oh la la. Dat is niet te goed, hè. Die ei is gekookt. En nou, we gaan die ei beschilderen, hè. Wij pak stift. Oh, zo. Ah, die ei is warm. En dan, wij gaan tekenen op die ei, hè. Zo. En je ziet, die ei die loopt al uit. Wordt emo-ei, hè. Zo, die ei. Ah, die ei is warm en nat. Oh, la, la. Zo, en dan, je ziet, die ei die heeft hele mooie gezicht, hè. Voor bij de paasontbijt, hè. En hoe kun jij controleren, die ei, die is gekookt. Heel simpel. Je kunt die tegen je hoofd zachtjes aantikken, hè. Ik doe één keer voor, ja? Dus je tikt die ei tegen die hoofd aan. Hij is niet gekookt. Tot de volgende keer. Nou, dat zag er in ieder geval weer leuk uit, zullen we maar zeggen. Precies. En dit was onze vierde onderbezette aflevering. Mijn dank aan Lieke. En mijn dank aan Sam. Tot de volgende keer.